We besluiten het Binnenlandsjournaal vandaag met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Die geldt voor vandaag 20 mei. De verwachting voor geheel Suriname is dat er tijdens de avond- en nachtelijke uren af en toe een lichtelijke bui kan ontstaan. Het kan echter ook voor een lange tijd droog zijn met uitzondering van Brokopondo, waar sprake kan zijn van tijdelijke bewolking met buien. En in Sipaliwini kunnen er perioden met onweersbuien, soms met windstoten, ontstaan. In het hele land zijn de temperaturen die variëren in de avond- en nachtelijke uren tussen 27 graden en minimaal 22 graden Celsius. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat vandaag 20 mei een matige onweersbui en meer in het binnenland plaatselijke buien mogelijk zijn.